Welkom bij deze video. In deze video ga ik laten zien hoe mijn ochtend eruit ziet als ik veel ga doen in de ochtend en als ik dus vroeg opsta. Persoonlijk ben ik wel een ochtendmens, maar ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk is om uit je bed te komen zo vroeg. Deze video is dus voor jou als je bijvoorbeeld lesmiddag nog veel dingen moet doen en je hebt alleen nog in de ochtend de tijd om dat te doen. Of als je tips nodig hebt om beter vroeg op te kunnen staan. Of als je gewoon wilt kijken naar een video. Maar het zijn ook gewoon motivatie en tips voor jou. Als je vroeg op moet staan en je hebt geen idee hoe je dat gaat doen, omdat je eigenlijk geen ochtendmens bent. Dus ja, gewoon om het leven even iets makkelijker te maken is deze video. En ik hoop dat jij er zin in hebt. Ik wel in ieder geval. Het is lang geleden dat ik een routine heb opgenomen. Ik weet het niet eens meer. Begin nieuw schooljaar of zo toen ik nog een studie deed. En dat doe ik nu niet meer. Ik hoop dat jij er zin in hebt, dat je wat hebt aan deze video. En laten we gaan beginnen. We beginnen de avond van tevoren. Wat ik dan doe is namelijk eventjes een planning maken voor de volgende ochtend. En 3 doelen opschrijven die ik de volgende dag wil bereiken. Maakt ook niet uit als het niet lukt, maar het is gewoon chill om een beetje een beeld te hebben wat ik de volgende dag wil doen. En dan deel ik in hoe ik wil dat mijn ochtend eruit ziet. Ik zeg je eerlijk, ik vind het heel chill om zo'n plan te hebben. Want je bent al gewoon gemotiveerd om uit je bed te komen en je weet ook wat je gaat doen. Dat is veel chiller dan dat op de ochtend zelf bepalen. Zo snel mogelijk nadat ik ben opgestaan te beginnen met wat ik wil gaan doen. Ik ben bezig met het uitzoeken van studies. Dat heb je misschien ook al in de vorige video gezien. Dat ik daar nu gewoon veel mee bezig ben om te kijken wat voor studie ik ga doen in het nieuwe jaar. Dus ja, daar zit gewoon veel tijd in. Daarna is het tijd voor ontbijt en omkleden. De laatste tijd gebruik ik trouwens weer heel vaak de app Forest, die ik echt al 100.000 keer heb aangeraden in mijn video's. Maar dat is echt super chill als je wil concentreren en niet afgeleid wil raken door je telefoon. Dus ja, het is wel een betaalde app, maar het is echt 100.000% je geld waard, want je hebt er echt veel aan in je leven. Dus dan weet je dat. Nadat ik dus een uur achter mijn laptop heb gezeten, vind ik het wel chill om even rustig aan te ontbijten en gewoon even rustig op te starten. Ik heb er denk ik 20 minuten over gedaan om uit mijn bed te komen. Ik was soort van weer half in slaap gevallen, maar het ging me wekker nog een keer gelukkig. Wat ik heel chill vind, dat heb ik ook al vaker in video's gezegd, is om dus het licht te laten in mijn kamer. Dus om gewoon niet je gordijn dicht te doen. En wat ik ook merk is dat ik het heel fijn vind om van tevoren een beetje een plan te hebben wat ik ging doen, wat ik gisteren ook al zei. Het is gewoon een heel fijn idee om op te staan en niet echt te hoeven nadenken. Want ik zeg je eerlijk, als ik in de ochtend zo vroeg opsta, dan is mijn brein nog niet in staat om hele planningen te maken of iets. Ik wil gewoon een planning volgen wat ik al eerder heb gemaakt.
Dat is ook wel heel chill. En dat motiveert ook eerder om gewoon op te staan. Want je weet waar het voor doet, snap je? Ik vond het dit keer fijn om gewoon op te staan en meteen te beginnen aan wat ik ging doen. Gewoon een uur lang. Maar ik kan natuurlijk ook eerst nog ontbijten. Of je kan het helemaal indelen zoals je zelf wilt. En ik moet zeggen, ik zat er best tegenop om al die studies en zo uit te zoeken. Want ik wist echt niet waar ik moest beginnen. En als je maar gewoon begint aan iets, maakt niet uit wat, elke keer komt het er weer op neer. Als je maar gewoon een keertje begint, dan kom je sowieso ergens. Ook al is het een tentamen waar je voor moet leren, een toets waar je geen zin in hebt, huiswerk waar je geen zin in hebt, begin gewoon. Want uiteindelijk lukt het wel. Je komt er wel een keer als je maar gewoon begint. Dus ja, dat wil ik meegeven op deze vroege ochtend. Ja, het is momenteel 10:15 en ik heb nu gewoon zin om eventjes een stuk te lopen buiten. Want het is mooi weer en dan heb ik daar zin in. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb 1 doel behaald vandaag, van de 3. En dat is wel chill, want het is bijna 12 uur. Ik heb echt altijd, als ik vroeg opsta, nou ja, eigenlijk niet per se als ik vroeg opsta. Alle tijd die ik heb, deel ik zelf in. Ik doe natuurlijk ook geen studie. En ik vind dat heel chill, maar het is ook echt een uitdaging. Want altijd, bijvoorbeeld dan heb ik echt een ochtendroutine en die gaat dan goed. Daarna zit ik echt zo van, oké, wat nu? Dan heb ik wel een planning, maar dan is het gewoon niet realistisch. En dan zit ik soort van, oké. Ik moet een nieuw plan maken. En dan is het echt een uur lang zit ik soort van, I don't know wat ik aan het doen ben. Gewoon op mijn telefoon altijd uitstellen om een soort van plan te maken voor de rest van de dag. Bij dit soort video's, bij routines of productieve video's die ik ook zelf maak, kan het soms echt lijken alsof alles helemaal goed verloopt. En ik moet zeggen, ik film ook altijd op de dagen dat ik me goed voel en dat ik gewoon veel inspiratie heb. Ik zeg het vaker en je zal het misschien ook wel weten, maar natuurlijk is het zeg maar een realistische aesthetic van mijn leven. Maar wel op dagen dat ik me goed voel. En niet iedereen is een ochtendmens. Je hoeft niet om 6 uur op te staan om een succesvol leven te hebben. Of iets in die richting. Of een perfect leven te hebben. Of een perfecte ochtendroutine. Ik bedoel, dat is voor iedereen anders. En perfect is sowieso natuurlijk al onmogelijk. Ik wilde dat even zeggen. Want misschien kan het door deze video's lijken alsof je vroeg op moet staan om veel dingen te kunnen doen met je leven. En ik voel me er goed door. En dat is waarom ik dit doe. En ik weet dat ik een ochtendpersoon ben en veel kan doen in de ochtend. En ik geef tips aan jullie, zodat het voor jullie misschien wat makkelijker wordt als je geen ochtendpersoon bent. Of inspiratie krijgt als je dat dus wel bent. Mijn video's helpen mij om het zeg maar overzichtelijker te maken, mijn leven. Maar dat is het zeker niet altijd. En soms moet je dat denk ik even horen. Want social media kan er altijd uitzien alsof het leven van anderen perfect is. Gewoon weer even een reminder dat je maar een deel ziet van mijn realiteit. En wees niet te streng voor jezelf. Kijk gewoon wat bij jou past. Dat is weer even iets wat ik wilde zeggen. Oké, we gaan verder met de dag. Het is nu 12 uur. En ik ga denk ik, ik ga nu editen. Ik heb gepland om te editen tot 2:15. En dan om 2 uur ga ik een samenwerking opnemen met Vinten. Trouwens, echt heel leuk. Dus dat komt binnenkort weer. Dan gaan we verder. Ik weet dat de ochtend nu half voorbij is. Maar ik ga nog wel door met filmen. Want ik vind het gezellig. Wat ik net heb gedaan is een nieuwe playlist aanmaken die je gewoon even een energieboost geeft. Het is echt wel een hele leuke playlist geworden, dus als je benieuwd bent kan je het checken. Op mijn Spotify staat die. Hij wordt vast nog aangevuld, maar er staan al best veel nummers in en je krijgt er gewoon echt even energie van. Dus als je daar benieuwd naar bent kan je het even checken. Hallo. De ochtend is inmiddels voorbij. Ja, het is inmiddels alweer 2:30. Het is lang geen ochtend meer. Maar ik hoop dat je tot nu toe natuurlijk wat hebt gehad aan deze video. Maar ik ben nog niet klaar. Nog even wat kleine motivatie om het af te sluiten. Wat misschien wel voor jou kan helpen. Zoals
zoals ik ook al eerder zei, maak het makkelijk voor jezelf. Sowieso, het meeste werk zit hem eigenlijk in de avond ervoor. Of gewoon de tijd voordat je gaat opstaan. Om gewoon een plan te maken, alles klaar te leggen. Maak een plan van tevoren wat je wilt doen, zodat je niet hoeft na te denken als je wakker wordt. Zodat je motivatie hebt om op te staan. Want als je je wekker zet zonder een plan te maken, dan denk je eigenlijk ook van ja, waar doe ik het voor? Dus dat is sowieso een eerste tip wat gewoon het belangrijkste is. Maak het licht in je kamer als je dat chill vindt natuurlijk. Ik vind het zelf wel heel erg fijn. En zet water klaar. Er staat geen water, maar... Want ik word altijd wakker van water drinken in de ochtend. Ook al ben ik nog half aan het slapen, drink gelijk water, want daar word ik wakker van. En het tweede ding is, maak het leuk voor jezelf. En dan bedoel ik, maak een Spotify playlist aan die je een goede vibe geeft, die je in de ochtend aan kan zetten. Zet muziek aan in de ochtend, ga een stuk lopen. Doe iets waar je naar uit kan kijken. Ik kan uitkijken naar mijn ijskoffie, ik vind dat echt geweldig. Dat is echt iets waar ik voor opsta. Dat je dat soort dingen in je ochtend doet en dat je het soort van romantiseert voor jezelf, want dat maakt het gewoon leuker. Oké, even liggen. Daar ben ik weer. Doe gewoon dingen in de ochtend die je ook leuk vindt. Het hoeft niet stom te zijn om vroeg op te staan. En vooral als je iets plant waar je soort van naar uit kan kijken in de ochtend. Al is het een stuk lopen, al is het een ijskoffie. Al film je het voor een Insta reel of film je het voor jezelf als ochtendroutine. I don't know. Je kan ermee doen wat je wilt. Maar het helpt altijd wel om het soort van leuk te maken. Ik heb dat ook. Als ik het film als ik vroeg opsta, dan is het gelijk al 100 keer leuker. Dat zijn wel goede tips, denk ik. En tot slot, wees niet te streng voor jezelf. Ik bedoel, als je wekker zet en het lukt gewoon niet om uit te komen, terwijl je wel dat plan had, no worries. Probeer het gewoon de volgende keer weer opnieuw. Het is ook geen ramp of zo. En ja, zoals ik ook al eerder zei, als het niet je ding is, dan doe je het gewoon niet. Je probeert het. Weet je niet of het je ding is. I don't know. Maar ja, ik hoop in ieder geval dat ik jou hiermee een beetje heb geïnspireerd. Motivatie geven om, nou ja, als je eerder moet opstaan, om het leuker te maken. Voor mij werkt dit in ieder geval. En ja, ik vind dit soort video's altijd heel chill om op te nemen, want het is motiverend voor mij, maar ook voor jou hopelijk. Dus laat het weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd of je tot dit punt van de video bent gekomen. Zo ja, dankjewel. Dat vind ik heel erg leuk. Dat was echt droog. Let me know, als je hier nog bent bij dit punt van de video, reageer een hartje. I don't know. Reageer een hartje of zo. Dat vind ik leuk om te zien hoeveel mensen tot dit punt van de video zijn gekomen. Ik heb genoeg gepraat voor vandaag. Ik hoop dat je iets had aan deze video. Laat het me weten in de comments. En hopelijk zie ik jou volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!